Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Ik ga met mijn moeder naar de mall. We gaan wat wandelen en daarna gaan we een gezichtsbehandeling laten doen. Ik heb een lichtblauwe jurk aan van de Primark. Ik heb mijn make-up heel lichtjes gedaan. En ik ga zo rijden, dus dat is heel spannend. En mijn moeder is al beneden. Oké, ik heb heel snel een shirtje erbovenop aangedaan. En dit. Oké, ik zag haar rijden. Maar mama rijdt. Lukt het een beetje? Oké, we zijn in de mall. Ik ben armbandje aan het passen. Ze zijn echt schattig. Maar ze hebben zoveel verschillende dingetjes. Deze ook heel mooi. Oké, ik ben in de paskamer. En ik heb een aantal dingetjes bij deze winkel gepakt. Want ik wil ze passen. Heel anders dan normaal, maar het is een broek en die heeft dus een sari gedeelte erin. Oké, ik heb net twee andere gepast, die waren niet zo leuk. Dan heb ik deze aan. Ik vind hem niet zo leuk. Hij past wel goed, maar het is wel een heel apart model. Het heeft van binnen een jurk, dan een broek die heel wijd valt. En deze vestje van boven. Kijk, zo is hij van binnen. Maar ik ga denk ik voor de zwarte sari model. Die was echt het leukst. Inkopen gedaan. Thank you. Ik heb er nog nooit van gehoord. Oh, ze hebben wel leuke broeken. Kijk. Deze winkel ruikt echt lekker. We gaan nu naar de palla. Facial, gezichtwandeling. We hebben chili chicken besteld. Garlic naan, dat is knoflook met roti als het ware. En inktvisringen. Oké, we zijn weer thuis. Mijn gezicht is nog steeds een beetje geïrriteerd. Maar goed, we hebben gegeten en we zijn weer thuis gekomen. En het buurmeisje heeft cupcakes voor ons gemaakt. Oh. Echt heel lief. Gaan we samen proberen? Wacht, ik snij eentje door de helft. Of ga je één eten? Nee, laat er eentje eten. Het ziet er echt lekker uit. Kijk, chocolade cake. Echt lekker waar. Ja? Echt nog wel. Echt iets voor ons. Oké, guys. Het is weer eind van de avond. Mijn gezicht is nu wat meer gekalmeerd. Ik heb net nog even de sari model outfit gepast die ik vandaag gekocht heb. Ik ben er echt blij mee. Hij was wel wat aan de prijzige kant. En ik had ook nog haarbandjes gehaald. Dat ik nu eentje in mijn haar heb. Ze zijn heel schattig met van die pareltjes. Want ik wou proberen te pinnen met mijn Nederlands kaart. En dat is ook gelukt. Dus dat is ook fijn om te weten. Ik heb mijn eigen bedrijfje, als je het zo mag zeggen. Het heet Beautiful Mandy. En ik zet dus voor bruiloften van mensen henna. En nu is het zo dat ik hier henna heb. Ik maak altijd mijn eigen henna. Zodat ik weet dat het natuurlijk is. En wat er allemaal in zit. Wat henna op mijn handen hebben. Tegelijkertijd heb ik een film aan. En dat is...
de film Batman. Hier in India is ongesteld zijn een taboe. In India worden vrouwen heel snel als onrein beschouwd wanneer ze ongesteld zijn. En eigenlijk door deze film willen ze het topic bespreekbaar maken. En in India is dat echt een taboe. Oké, guys, we zijn 2 uurtjes verder bijna en ik ben klaar. En dat is hoe de uiteindelijke henna eruit ziet. En ik laat jullie morgen wel zien hoe de kleur is geworden. Maar goed, zo ziet het er voor nu uit. Ik ga de film afkijken. Het is echt een geweldige film. Ik raad deze zeker aan om te zien. Hier in Goa, op een eiland hierna, is er een Ayurvedische kurortresort. En ik ga daar morgen heen. Voor een weekje. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de video van vandaag. Geef het zeker een thumbs up als je het leuk vond. Subscribe als je dat nog niet hebt gedaan. En stay happy. En dan zie ik jullie weer in de volgende vlog. Mwah.